ben werkzaam bij afdeling IBOR. Daarnaast heb ik verantwoordelijkheid bij de winterdienst van DAG. Daar houdt alles in, dus het organiseren van instructies, het aanpassen van de routes, de vlootschouw houden, dus controleren of de voertuigen allemaal in orde zijn. Daarnaast heb ik 3 collega's die ook winterdienstcoördinator zijn. En om de 4 weken draaien wij winterdienst, houden wij dus het weer in de gaten en nemen wij beslissingen op het gebied van gladheidbestrijding. We hebben prioriteitenroutes. Dat zijn dus routes die als eerste sneeuwvrij moeten zijn of gladheidsbestrijding het eerste gedaan moet worden. Je kunt erbij denken aan ziekenhuizen, busroutes. Daarnaast hebben wij wijken waar dus de gladheid wat later bestreden mag worden. En natuurlijk aanpassingen in het hoofdwegennet, zoals bijvoorbeeld de oversteek, die is er nu bijgekomen. Daar zijn we al maanden mee bezig om dat in te passen in de andere routes. Want dat is een behoorlijke invloed. Als er zo'n weg bij komt, dan moeten alle andere routes ook aangepast worden. En we hebben 14 fietspadroutes en we hebben 21 hoofdwegroutes. Dus je kunt voorstellen dat dat allemaal in elkaar moet passen en allemaal verdeeld moet zijn over de routes, zodat ieder voertuig binnen een bepaalde tijd klaar is met het strooien. Ja, nou, de hoofdwegen, als we 1 route strooien, dus als heel Nijmegen gestrooid wordt, dan is dat ruim 500 kilometer wat gestrooid wordt. En fietspaden ongeveer 300 kilometer. Dat is echt enorm. Ik zit hier in de strooiwagen van de DAR samen met Jeroen. Jeroen, hoe lang werk je al bij de DAR? Dit wordt mijn 8e jaar. En zit jij specifiek bij de strooidienst ook, of hoe worden die indelingen gemaakt bij jullie? Nou, we hebben een winterdienst bij de DAR en hebben een rooster. Dus om de 4 weken ben je een keer aan de beurt. En is dat een oproeprooster of hoe werkt dat? We hebben dan een chef van dienst die over de winterdienst gaat. En die roept zeg maar de mensen op als het nodig is. En hoe zijn de strooiroutes verdeeld? Is daar ook een vast plan voor? Iedereen weet van tevoren welke route die heeft. De grote wagens die hebben meestal 2 routes, een A-route en een B-route. En dan hebben we nog de fietspadroutes. En die A- en B-route, is dat een verschil tussen de hoofdwegen en kleinere wegen? Ja, de hoofdwegen zoals de Energieweg en de kleinere wegen zo door de woonwijken heen, zeg maar. De hoofdwegen door een woonwijk. Ja, we kunnen per loods, dus we hebben 2 loodsen, kan 600 ton worden opgeslagen. Dus op het moment hebben we 1200 ton zout hier op voorraad bij DAG. Maar we hebben ook voorraden elders bij de leverancier. Dus zodra een loods leeg raakt, dan kunnen wij zo weer de boel aanvullen. Alles bij elkaar optellen, dus hoofdwegen en fietspaden, dan gaat er ongeveer 60 ton per strooironde doorheen. 60 ton strooizout. Ja, van begin oktober tot eind maart loopt het winterseizoen. Dan zijn wij dus paraat om gladheidbestrijding uit te voeren. Daar hebben wij een weerstation voor, Meteo Consult. Daar kunnen wij dus inloggen op een specifieke site. Daar kunnen wij de voorspellingen zien van de wegdektemperatuur en de voorspellingen van neerslag. Daarnaast hebben we in Nijmegen 2 gladheidsmeldsystemen. 1 op de Appelterenweg en 1 op de Grifdijk. Dat systeem meet de temperatuur van de weg. Die meet als er gestrooid is hoeveel zout er nog aanwezig is. Die meet de dauwpuntstemperatuur. Allerlei technische informatie komt daar vandaan. Die informatie kan de gladheidscoördinator kan dat analyseren. Maar dat gebeurt ook bij Meteo Consult. En alles bij elkaar komen we tot een besluit om te gaan strooien, ja of nee. Heel simpel gezegd is het zo, als de weg vochtig is en als de weg onder het vriespunt gaat, dan is het glad. Dus dat moet je eigenlijk in de gaten houden. Maar je doet het toch voor iedereen die van de weg gebruik maakt. Om veilig naar je werk en om veilig thuis te komen.